Op een pluimveebedrijf in Schoren moeten bijna 80.000 kippen worden geruimd vanwege de vogelgriep. En dat gaat je als boer niet in de koude kleren zitten. Ik ben gewoon de stal in gegaan bij de gezonde kippen dan. En ik ben daar eens kijken van ja, nu kan het nog. Dus een paar foto's, video's. En de volgende keer dat we binnenkomen is het een witte deken van dode kippen. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Nieuwe partijen maken zich klaar voor statenverkiezingen. En Nieuwe Sluis begint steeds meer te lijken op een sluis. Goedenavond. Al bijna een jaar is de Nederlandse pluimveesector in de ban van de vogelgriep, die de sector zwaarder treft dan bij voorgaande griepgolven. Aan de lopende band worden bedrijven getroffen en moet het pluimvee worden geruimd. Zeeland bleef dit lange tijd bespaard. Tot nu. Gisteren werd namelijk op een pluimveebedrijf in Schoren de besmettelijke ziekte aangetroffen en daarom werden daar vandaag bijna 80.000 kippen vergast. Op het erf was het vandaag een drukte van belang met inspecteurs en mensen die de kippen uiteindelijk moesten vergassen. De afgelopen 24 uur zijn mede-eigenaar Leon Jansen niet in de koude kleren gaan zitten. Je doet het niet voor natuurlijk. Hè. Je weet dat er heel veel dreiging is rondom hier zo. Maar ja, je hoopt dat het een keer je deur voorbij had, die ellende. Maar ja, weer niet, zeg maar. Dus dat is gewoon taai. Ik ben gewoon de stal in gegaan bij de gezonde kippen dan. En ik ben daar eens gaan zitten op de stelling en eens even kijken van ja, nu kan het nog. Dus een paar foto's, video's en de volgende keer dat we binnenkomen is het een witte deken van dode kippen. Ja, en we gaan naar Schoren. Daar staat voor ons verslaggever Linda Koppenjan. Ja, Linda, we hoorden natuurlijk net het verhaal van de pluimveehouder. Hij hoopte lange tijd dat de vogelgriep aan zijn deur voorbij zou gaan. Hoe kijken andere Zeeuwse pluimveehouders naar dit nieuws? Ja, de schrik zit er natuurlijk goed in hier in de buurt. De collega's van deze boer zijn gespannen, zijn bezorgd dat het ook hen gaat overkomen. En het heeft ook direct gevolgen voor hen. Ja, over wat voor gevolgen hebben we het dan? Nou, vanwege de besmetting hier mogen binnen een straal van 10 kilometer geen pluimvee, maar ook mest en eieren worden vervoerd. Daarnaast moeten alle bedrijven ook extra hygiënemaatregelen nemen. En die duren totdat alle bedrijven, pluimveebedrijven, binnen die cirkel zijn gecontroleerd. Ja, en tot die tijd blijft het dus nog spannend voor de boeren hier in de buurt. Daarbij is het ook echt een wake-up call, want de vogelgriep slaat Zeeland niet over. Nee, dat is wel duidelijk geworden. Gaan we even terug naar Schoren, naar het bedrijf achter jou. Hoe gaat het daarmee verder? Zitten daar morgen bij wijze van spreken weer nieuwe kippen in de stallen? Nee, dat gaat eerder maanden dan zelfs weken duren. Want er zijn allerlei protocollen voor. De stallen moeten worden opgeruimd, schoongemaakt. Er moeten allerlei controles worden uitgevoerd. Dan moet het weer worden schoongemaakt. En dan het volgende probleem. Het is nog maar de vraag hoe snel die boer aan nieuwe kippen of kuikens kan komen. En zeker in dat laatste geval duurt het dan weer maanden voordat zij nieuwe eieren kunnen leggen. Dus ja, die stallen hierachter blijven voorlopig nog wel even leeg. Linda vanuit Schoren, dankjewel. Zeeland heeft tot nu toe te weinig bedden geregeld voor Oekraïense vluchtelingen en andere asielzoekers. Terwijl het wel had beloofd om extra opvang te regelen. Ook 15 andere veiligheidsregio's lopen achter, meldt NRC. De veiligheidsregio's kampen met een tekort aan locaties, personeel en aannemers om locaties te verbouwen. NRC noemt het tekort opvallend, omdat het kabinet vorige week nog eens vroeg om extra bedden te regelen om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. De veiligheidsregio Zeeland bevestigt het tekort aan opvangplaatsen en zegt dat ze hun uiterste best doen om de afspraken alsnog na te komen. De nieuwe sluis in Terneuzen gaat er steeds meer uitzien als een sluis. Zeker nu het binnenhoofd ook onder water is gezet. Het is het gedeelte waar straks de schepen vanaf het kanaal van Gent naar Terneuzen de sluis binnenvaren. En daardoor is de bodem van het enorme bouwwerk niet meer te zien. Geweldig toch? Waar andere projecten vieren dat ze iets moois gebouwd hebben, vieren wij dat we het onder water zetten. De put wordt gevuld met water uit het kanaal. Dat werk kon ondanks de droogte en de daardoor lage waterstand toch doorgaan. We hebben niet zoveel nodig. 100.000 kub. Op een kanaal van 10 vierkante kilometer maakt het niet zoveel uit. Het is ongeveer een millimeter. En als het goed is, staat de bouwput nog voor het weekend helemaal onder water. De voorman van de landelijke tuinbouworganisatie, Sjaak van der Tak, heeft Zeeuwse boeren een hart onder de riem gestoken. De voorzitter werd gisteren ontvangen door zo'n 100 boeren die hem niet toevallig ontvingen bij het natuurgebied Het Grote Gat in Oostburg. Nou, toch om duidelijk te maken dat het op zich een heel mooi gebied is, maar dat het hieromheen
al onze boeren zijn die dit gebied levend houden. Vanuit hun boerengezinnen. En die boerengezinnen worden nu ernstig getroffen door de maatregelen van mevrouw Van der Wal en van dit kabinet. De LTO wil dat het kabinet de stikstofplannen aanpast. De boeren willen vooral meer tijd om de doelen te kunnen behalen. Het tijdspad deugt niet. Maar de lijn was, 15 jaar krijgen we de tijd. Dit kabinet zegt het moet in 6 jaar. Dat kan niet uit voor een boer. Dus het moet op dat punt echt anders. Om het bezoek luister bij te zetten, demonstreerden een aantal boeren op rotondes in West-Vlaanderen. Tot groot genoegen van Van der Tak. Ik heb altijd een deuntje als ik iets vriendelijks naar iemand wil doen. Dan heb ik op mijn autotoeter een deuntje. Uh-huh. En dat heb ik vele malen mogen gebruiken. Hoe klinkt dat? Heel mooi. Nog een kleine 7 maanden en dan zijn het provinciale statenverkiezingen. In Zeeland willen vooralsnog 2 nieuwe landelijke partijen meedoen aan die verkiezingen. De Boer-Burgerbeweging en het Belang van Nederland. Maar naast een verkiezingsprogramma zijn er ook goede kandidaten nodig. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Alle BBB'ers zijn mensen die staan met poten in de klei. Dat zijn mensen die nog echt nuchter verstand, dat is onze identiteit. En in principe zijn alle mensen die er op dit moment bij zijn, die hebben die spirit. Femke Marije Wiersma, hier tijdens een boerenprotest in Zierikzee, is de landelijke nummer 2 van de Boer-Burgerbeweging. Haar partij is al vorig jaar begonnen met het zoeken naar geschikte kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart. We hebben op dit moment meer dan 250 mensen klaarstaan. Die mensen hebben een training gehad. Die mensen die hebben aan teambuilding gedaan. Daar staan echt al in alle provincies staat er een team klaar om voor ons in de Staten het BBB-geluid te laten horen. Ook de partij van Wybrand van Haga, het Belang van Nederland, wil meedoen aan de Statenverkiezingen. De kandidaten voor Zeeland zijn nog niet bekend. We zijn druk bezig en we kregen heel veel aanmeldingen. Het is natuurlijk ook zo dat wij ander soort mensen aantrekken. Wij trekken werkende mensen aan, mensen die iets bijdragen en mensen die meestal niet politiek actief zijn geweest. En dat is ook fijn, want we willen geen pratende waterhoofden die al heel erg lang in de politiek hebben gezeten, maar nog nooit iets anders hebben gedaan. Dus ja, veel ondernemers, veel mensen met banen in de zorg, in het onderwijs. Ja, en die gaan hopelijk voor ons in de Staten zitten en dan de boel veranderen. Beide nieuwkomers zijn uiteraard positief en denken flink wat zetels te kunnen veroveren in het Zeeuwse. Ik denk dat je minimaal wel 6 zetels moet kunnen halen. Maar ik hoop van harte dat mensen nu eens ophouden met de verkiezingsprogramma van de VVD, CDA, D66, de ChristenUnie te geloven. Want die hebben nu, 12 jaar de boel belogen. En we zitten nu met de puinhopen van de kabinetten Rutte. Dus laten we het gewoon anders gaan doen. In verschillende provincies staan we op dit moment als grootste partij gepeild. En ik denk als ze in Zeeland straks wat gas erop geven. Nou ja, er zijn hier ook wel veel mensen, denk ik, die ontevreden zijn over het huidige bestuur. Dus ik denk dat BBB hier wel hoge ogen gaat gooien. Ja, gas op de lolly wordt hier wel eens gezegd door een bekende boerin. Ja, zeker. Ja, daar kan ik me helemaal bij aansluiten. Ja. En ik praat erover verder met politiek verslaggever Marcel de Kramer. Ja, heel veel positiviteit in dit filmpje. Is het eigenlijk moeilijk voor ze om nieuwe kandidaten te vinden? Ja, toch wel hoor. Want die snel groeiende partijen, die trekken toch ook vaak een beetje politieke profiteurs aan. Of laten we ze politieke avonturiers noemen. In ieder geval mensen die snel carrière denken te maken binnen zo'n partij. Nou, het verleden heeft laten zien, hè, bij de LPF, bij PVV, bij Forum, dat het vaak toch ook wel tot ruzie en gedoe leidt. En dat wil je natuurlijk niet als partij. Je wil betrouwbare, goede kandidaten. Mensen die aan de ene kant de partijlijn uit Den Haag volgen, maar die ook echt goed geworteld zijn in de regio, in Zeeland in dit geval. Ja, een behoorlijk eisenpakket. Nu zagen we net nog even boerin Betty voorbij komen. Nu statenlid voor de Partij voor Zeeland. Gaat zij misschien nog een overstap wagen? Ja, Betty Steur die zat eerder bij een boerenactie in Zierikzeeland. Daar zat zij letterlijk hoog te paard. Een actie die georganiseerd was door BBB. Dus ik heb haar na afloop ook gevraagd van, blijft u nou bij de BBB, bij de Partij voor Zeeland of gaat u nou door naar de BBB? En ze zei, nee, ik blijf bij de Partij voor Zeeland. Maar goed, die verkiezingen zijn nog een eind weg. Januari, ja, dan kan er toch nog heel veel gebeuren in de politiek. Ja, dus dat is nog even afwachten. Ja. Marcel, dank je wel. Het was bewolkter, minder helder en iets koeler dan gisteren, maar nog wel aan de benauwde kant bij maximaal 26 graden. Vanavond neemt de buienkans toe en vannacht gaat het mogelijk ook gepaard met een klap onweer. Morgen is het overwegend bewolkt en zijn er ook perioden met regen. En daar kunnen ook flinke buien tussen zitten en dat weer allemaal bij maximaal 23 graden. En daarmee zijn we aan het einde van Zeeland Nu voor vandaag. Nog een fijne avond en graag tot morgen.